Het geloof en de kerk bestaan niet. U kent het zeker wel. Het is de schuld van de kerk. Het is de schuld van het geloof. Maar er zijn duizenden kerken en honderden geloven. Als de Bijbel over het geloof spreekt, dan spreekt de Bijbel over dat soort geloof dat te meten is en te controleren aan de resultaten ervan in praktijk. Aan de vruchten. En die resultaten, die vruchten van dat Bijbelse geloof, dat rust op drie pijlers. Pijler nummer 1 is het geloof van de persoon in kwestie. Pijler nummer 2 is de manier waarop mensen de Bijbel hanteren. Bijbelse clichés, slogans, zelfs principes uit de Bijbel, uit hun verband gerukt, geven slechte resultaten. De enige manier om de vruchten te plukken van het Bijbelse geloof is Bijbelse waarheid in zijn ruime context te bekijken en dan te vertalen in praktijk. En de derde factor is diegene die achter de Bijbel en achter de mensen die de Bijbel geschreven hebben zelf, met name God. Die drie factoren zijn bepalend. Misschien is dat heel nieuw voor u. En daarom nodig ik u uit op onze Gospelkerk Live. Dat is een laagdrempelige kerkdienst elke eerste zondag van de maand om 11 uur 's morgens in de Sint-Jozefkerk in de Far West te Vilvoorde. Wij nodigen u uit om kennis te maken met dat geloof, met ons, de mensen van de kerk, met de kerk zelf en uiteraard met het gospelkoor Refreshed. Jawel, dat is het gospelkoor uit de halve finales van de meest recente Belgium's Got Talent op VTM. Kom eens af, u bent van harte welkom. En het gratis hapje en drankje, dat is handig meegenomen. Ik ben Eddy Hazards, predikant van Gospelkerk Refreshed.